Oké, we gaan eerst de bol aanzetten. Knopje indrukken, wachten. Loslaten. Wat hij nu gaat doen is zoeken naar zijn positie. Ik heb nog geen verbinding gemaakt met de software. Moet je ook nog niet doen, want hij moet eerst zijn positie zoeken. Dan ga ik naar de tablet. Op de tablet start ik de software op. Kom ik in het beginschermpje uit. Ding, ding. Alles wat je meet heeft een naam. Dus op het moment dat ik op een locatie sta en ik heb nog geen protocollen erin staan wat ik moet meten in mijn laag, ga ik eerst laagjes aanmaken. Hoe doe ik dat? Er staat een boekje voor die nul. En als ik dat boekje aantik, kom ik in de lagenmanager uit. Dan druk ik op het plusje naast het emmertje. Kom ik in dit schermpje uit. Dan tik ik het bovenste dingetje aan, want ik wil wat invoeren. Ik ga nu vandaag bijvoorbeeld een put inmeten. PUT. Ik ga er een kleurtje aan geven. Ik vind de kleur blauw wel mooi. Ik druk op het V'tje. Kijk, daar staat hij al. Ik ga nog wat inmeten, want ik wil ook een vlakje inmeten. Dus ik druk weer op het plusje. En ik tik in vlak. Je kan natuurlijk alles intikken wat je wil. Vlak. Ik geef het kleurtje groen eraan. Druk weer op het V'tje. Zoals je ziet heb ik al een put in een vlak ingevoerd. Deze lijst is oneindig. Je kan het van tevoren, moet je even naar Rob bellen, want die weet er alles van. Druk ik weer op het V'tje. Kom ik weer terug in mijn schermpje. Ik doe even een pull-down minuutje naar beneden, omdat ik dat makkelijk vind. Er staat namelijk Google Maps volgen, inzoomen, uitzoomen, centreren en superzoom. Ik kan ondertussen alvast even deze aanklikken en ik selecteer het woord put. Ondertussen zal mijn ontvanger klaar zijn. Je ziet dat ik al een minuutje aan het praten ben en ik de ontvanger zijn tijd geef om hun positie te bepalen. Dan ga ik naar het kettingje. Druk ik op het kettingje en druk ik op het woord verbinden. Dit schermpje niet aankomen. Er moet staan Bluetooth Aploss Reach 0186. Daaronder moet staan Mnet Reach RS2. Die moet op auto staan, die moet op 2.0 en die moet vooral op server staan in Nederland. Dan druk ik op het kettingje. Er komt eronder in beeld te staan poging verbinding te maken met het apparaat. En dan staat er is een verbinding gemaakt. Dan zie ik in het eerste oranje balk bovenin zie ik nu SPS staan. Dan moet RTK komen te staan. Dubbele punt met aantal satellieten wat ik ontvang. En ik zie dat het stopwatchje is nu mooi groen. En die telt op of die telt af. Dat heeft ermee te maken dat hij zijn satellietsignaal zoekt. En nu moet ik heel eventjes wachten totdat ik een RTK heb. Ga ik heel even hier staan, want dan heb ik wat meer open ruimte. Steeds filmen of niet? SPS. En je ziet, het duurt soms even. Soms duurt het een halve minuut, soms duurt het een minuut. Wat ik nu hoor, bliep, is dat ik een RTK heb. Dan zie ik ook in beeld staan, RTK, dubbele punt met 20 satellieten die ik ontvang. En het telletje staat daarnaast. Die stokhoogte die daar staat, die moet op 2.134 staan, is allemaal automatisch ingesteld. Dus verder niet aanzetten. Ik heb al geselecteerd dat ik een put wil meten. En toevallig staat hier fictief een put. Ik hou die stok ook een beetje recht, want hoe rechter ik die stok hou, hoe nauwkeuriger de meting wordt. Ik druk op punt. Jee, ik heb een puntje gemeten. Voordat ik naar mijn volgende object loop, ga ik eerst het object selecteren. Dus ik tik weer dat aan, maar ik heb hem al ingevoerd en ik zie het woord vlak staan. Dus ik ga nu een vierkantje inmeten. En zoals jullie weten, dit is het fictieve vierkantje, begin ik altijd met een punt. Een lijn en een vlak en een polylijn, dat bliksemschichtje is altijd een punt. Dus ik begin hier weer met een punt. Dan ga ik lopen naar het eerste hoekje wat ik wil meten. En dan druk ik op het bliksemschichtje, oftewel de polylijn. Ga ik even een stukje inzoomen, omdat het makkelijker kijkt. En dan loop ik naar het volgende hoekje toe. En dan druk ik weer op polylijn. En dan loop ik naar het einde toe en ik denk, ik ben klaar met mijn vlak. En dan druk ik op het bergje en zie hier een vlak verschijnen. Stel je voor, ik wil gelijk de oppervlakte berekenen. Lopen we even naar de schaduw, veel makkelijker. Ik wil hier gelijk de oppervlakte van berekenen. Dan ga ik naar het tweede icoontje bovenin, dan ga ik naar berekenen. Dat is een pull-down menuutje, die tik ik aan. En daar zie ik ook ergens tussen staat oppervlakte. Ik selecteer het vlak en ik druk op de calculator en zie daar de oppervlakte ter plaatse. Druk ik op oké. Tweede icoontje bovenin. Ik ga weer terug naar het inmeten. Ik heb nu mijn dingetjes gehad. Het is de einde van de dag. En ik wil graag, of voor mijn pauze, en ik wil hem graag opslaan. Dan druk ik op het eerste icoontje bovenin. Dan zie ik het woord opslaan staan. Opslaan.
Ik kan hem hier lokaal opslaan, dus op de tablet. Maar ik kan hem ook gelijk in mijn Dropbox opslaan. Dan heb ik hem namelijk real-time. Maar ik druk even op lokaal. Hij staat in de map test. Als ik die test aantik, kan ik een map selecteren. Ik kan of op het hoofdmenu drukken en een nieuwe map aanmaken. Maar ik vind de map test wel even goed. Daaronder staat een leeg balkje, die tik ik nu aan. En ik selecteer, ik doe een nieuwe test. Ja, dan kan je natuurlijk een naam geven wat je wil. Test 2. Druk op het V'tje. Hij staat nu op DXF. Als ik de DXF aantik, kan ik hem ook als CSV versturen. Maar ik ga hem nu even vandaag als DXF versturen. Daaronder zie je dat vliegtuig staan. Als ik die aanvink en ik druk nu op W, slaat hij hem op de tablet en dan komt een schermpje. Dan kan ik zeggen, ik wil hem bij de Google Drive, QuickShare of met Gmail. Nou, ik doe even op Gmail. Gaat hij naar de Gmail toe, kan ik een e-mailadres intikken en op versturen doen. Oh, deze even weghalen. Ik wil graag iets gaan uitzetten. Dan druk ik op het tweede icoontje bovenin en ik ga naar uitzetten. Dat is een punt hierbovenin en ik selecteer, ik wil graag punt nummer 1 uitzetten. Het enige wat ik moet doen is het pijltje volgen. 2 meter en 47 centimeter staat hier. Dus dan draai ik het pijltje naar voren toe en dan weet ik dat ik die kant op moet lopen. Op mijn omgeving omletten en niet op het scherpje lopen, anders faal je. Dan loop ik naar het punt toe en zodra ik er ben... Nou, even er bovenop zetten, dan zal die een piepje geven. Ja, dan moet ik wel even heel snel doen, dan zeg ik wel. Jee! Goed, opslaan, inmeten, uitzetten. Als je nog vragen hebt, mij al te bellen, 0646012355. Kom je niet helemaal uit, je wilt zelf graag even uitzoeken. Kun je op het i'tje drukken, dan staat daar tutorial. 20 minuten durend YouTube filmpje. En anders kun je drukken op de rondleiding. En dan staat, wat wil ik doen vandaag? Ik zou graag iets willen inmeten. Wat wil ik inmeten? Ik wil graag een punt inmeten. Druk je op het V'tje en dan vertelt de software welke knoppen jij moet indrukken om een punt in te kunnen meten. En als je vragen hebt, gewoon mij bellen, is kortste weg. Dank u wel voor het tutorial en see you next time.